blijft wordt alsmaar groter en namen van nieuwe gewenste spelers op groen na worden niet meer genoemd uit vrees om die aan meer biedende clubs kwijt te spelen, zoals dat al het geval was met Olise Sunde van Club Luik, die het Italiaanse Reggiana verkoos boven Anderlecht. Van de Stok kan de kloof met de Europese topper van het budget soms het tienvoudige is dan dat van Anderlecht niet dichten. Ooit is Europa Cup 1 winnen, zal voor Van de Stok allicht een droom blijven. Ik zal geen zotte toeren doen voor dat kunnen te zeggen, ik heb dat van zijn leven gewonnen en niemand heeft dat kunnen doen of zo. Nee, nee, in Italië gebeurt dat zo. De voorzitter count en 4 jaar, hij zet er alles op voor een Europa beker te winnen. En dan zeggen ze, ik heb hem gewonnen en dan moeten ze het afstappen. En dan laten ze de club in een moeilijke positie. Zover wil Van de Stok het nooit laten komen. De club staat er overigens prima voor, al mogen de netto-inkomsten van de Champions League zeker niet worden overschat, aldus Van de Stok. Belangrijker is de verhuur van loges en business seats voor de volgende 3 jaar goed voor ongeveer 300 miljoen. Daarom is het kampioenschap belangrijk en heeft ook Anderlecht er alle belang bij dat elk kampioenschap even spannend verloopt als dit jaar. Het is beter geweest dit jaar en er zijn goede resetten gemaakt geweest tot op het einde. Verleden jaren was het met 13 punten vooruit. Dan weet je het enige weken op voorhand. En dat is minder interessant.